De bond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, zal woensdag haar beraad opvoeren. Bondsvoorzitter Lloyd Pohl legt uit dat het huidige beraad van 12 tot 3 geldt en vanaf woensdag om 11 uur ingaat. Slechts de cruciale afdelingen krijgen dispensatie. Spoedeisende hulp, ja, een minimale bezetting. Er zijn een aantal, maar we kunnen noemen de spoedeisende hulp, de intensive care. Er zijn een aantal afdelingen. Dus voor ons is het geen goed geluid. Waarom? We weten de mensen waren bereikt. Eigenlijk zouden we op straat gaan. Dat is vorige week vrijdag, 1 april. De directeur heeft ons gevraagd om dat aan te houden, omdat zij een spoedoverleg heeft gekregen met, of zou krijgen met de minister van Financiën dezelfde dag. En ze zouden praten over de lichtdagtarieven. En daaruit moest voortvloeien dat de lonen welke wij hebben gevraagd, waarover we bezig zijn, moest worden uitbetaald. Als tussentijdse oplossing voor dat moment is dan aangeboden aan het personeel de 17% uitbetalen. Zoals dat is gebeurd conform dat van de overige landdienaren. Pohl legt uit dat er duidelijkheid moet komen wanneer de verhoging van het ziekenhuispersoneel ingaat, wat tot op het moment van het interview niet was gebeurd. Okay. Men geeft aan dat men willing is, maar dan moet je het vastleggen toch? Zodat de directeur het eventueel zou kunnen uitbetalen. Maar als je het niet vastlegt, dan is er eigenlijk niet werkelijk een accordering dat het kan worden uitbetaald en vanaf wanneer het ingaat. De personeelsbond bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is meer dan 2 weken in beraad.